Beste kijkers, welkom bij Breaking Barriers, Building Bridges, de podcast. Yes! Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah! The number one, number is the eerste podcast first man. First time ever! The first time. Gefeliciteerd, jongens. mannen. I'm excited, baby. I'm excited. We made it. We did it. We hebben hier lang over gedroomd, lang over gespart van: hé, hey, het is tijd om een podcast op te zetten. Het voelt goed. De tijd is nu. Yeah, it's good. Perfect timing. Laten we onszelf voorstellen. Ik ben Samuel Abraham, a.k.a. MCD. Uh, geboren in Eritrea. Um, zoveel jaar geleden hier naartoe gekomen met mijn moeder, zoals jullie weten, en mijn zussen. En opgegroeid in Rotterdam, echt een echte Rotterdamse jongen uh, die van hip-hop houdt. Ik ben een MC, dus ja, wat ik zeg, MCD. Ik maak rapmuziek al jaren, sinds back in the days. En uh, sinds de afgelopen 5, 6 jaar, Breaking Barriers. Alleen met Breaking Barriers is bezig man. Ze noemen me ook wel een coach, een motivator, inspirator, energizer. Dat is wat ik, wie maar ik maar ben in de Noord-Holland. voor Breaking Barriers? In de noord bro. Ik heb heel veel gedaan uh, voor Breaking Barriers, uh, op, wat, op wat voor gebied bedoel je bro? Werkgebied nou, gewoon of gewoon... Op, uh, gewoon vergelijkbare activiteiten? Kijk, bro, ik ben al sinds, sinds mijn jeugd ben ik altijd bezig geweest, dat Marloem maar weet, met uh, maatschappelijke initiatieven, projecten, dingen bedenken om, om mensen, vooral jongeren destijds, te, bij elkaar te brengen, om te activeren. Weet je wel? Denk aan DJ-lessen, raplessen, voetbaltonnootjes organiseren. Evenementen met, met Midi-Iris, een Eritrese event. Ja. Uh, daarnaast had ik een eigen rapgroep, genaamd Kruimodieven, waren serieus actief, bekend in Rotterdam ook. En de eerste Eritrese raps eigenlijk ook die je deden, die ook van X kwamen, landelijk weet je, ja. te horen. Dat Heb ik gedaan, bro. Ik, je weet, ik ben een, een bezig buitje, altijd bezig met dingen aan mijn hasselen, aan mijn go-getter, bro. Maar want je sprong gelijk naar Breaking Barriers, dus ze moeten ook gewoon weten wat je voor hebt ja, gedaan. Precies. Ja, en ik, ik, ik snap wat je bedoelt. Dus ja, in de notendop. Zijn dat ze? Misschien heb ik het yeah, vergeten. Het yeah, maar... is gewoon de eerste ja. keer. In, uh, is deze keer je jou veel dieper leren kennen, toch? 100 man, yeah. bro, 100. <laughs> yeah. wie, 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 neemt hem over? Yeah, yo, 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 yo. Welkom, welcome, everybody. Welkom to the Breaking Barriers, Building Bridges first podcast. <clears throat> And my name, <laughs> the Almighty. My name. My <laughs> 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 <No>. Crazy. Mijn <laughs> no, my name is Malumba Anderson. Hmm. I am an American. I come from, uh, I was born and raised in Oakland, California, West Coast, roof, roof, roof. And uh, I've been uh, breaking barriers and building bridges since <coughs> I was born. And you know, we'll mm. get into that in another day. But uh, this, this part of my life in breaking barriers and building bridges since meeting these brothers here mm. has been uh, a, a journey. Uh, I'm an actor, I'm a social worker, I use uh, theater as a means. To do my social work, you know, to break barriers, you know, we do, we do workshops, we do empowerment workshops. We, you know, we want to, to, you know, to help people, young people, you know, be be self efficient, you know, learn how to speak up for themselves, you know, but also, you know, they got talent. Mm. So sometimes the talent is less than the uh, mm. uh than the circumstances that they're going through, and we use breaking barriers, and uh, but that's what mm. I do. I've been breaking mm -hmm. barriers. Mm. In America, I was breaking barriers. I'm working with knuckleheads. I'm working. <laughs> <I> mean, <laughs> a, a knucklehead for me is somebody that's hard to get to, <laughs> hard to get through to. But you know, I was able to do it in America, uh, and I did it in uh, juvenile uh, youth youth uh systems. Uh, but uh, I taught theater, but I always use. Uh, I, I was a social worker, but I used theater as, as in a way to get to these brothers. Even a question. Yeah. You speak English. Yeah. But you work in the Netherlands. Ja, dat is waar. Kan je ook Nederlands praten? Natuurlijk, ik kan ook Nederlands praten. Ja, natuurlijk. Maar ik ben een Amerikaan. En ik wil dat dit een internationale podcast yes. so mm. is. In mm. Dus ik ga Engels spreken. Want als ik dit naar mijn mensen in Amerika stel... Ik ben Maloom, maar ik denk, Wat de je We kunnen dat <can't hear> that. Maar je verstaat... Als wij Nederlands praten, dan kan je Nederlands. Ik verstaan alles. Geen probleem ook. Helder. Ja? Best zeker. Oké. Dank je wel. Dat is me in een nutshell. In een nutshell. You know, I just want to say one thing. I'm an actor. That's mm. what I always have been. I was born to be an actor. Where it came from, it's a God given talent. Mm. But also my God given talent is helping other people. Mm. I mean, helping other people who I feel is less fortunate than me. But hey, you know, uh, that's a mission. That's something yeah, man, that, but that is 100%. ook what ons bij elkaar heeft gebracht. That's what we do. Huh? 100%. that is ook what wat ons bij elkaar heeft gebracht. Yeah, that's it. That's what brings mm. us together. That's what brought us together. Seriously. Yeah, no, really, because yeah. you know I'm from a whole different part of the world. Yeah. Mm. You know, but I end up working with you guys. I'm mm. getting ready to go back to America, and I said, "No, mm -hmm. I'm, you know, I'm gonna stay you, you here you and see where this goes." That comes time. time. Exactly. Yeah. you, know, you, you see now that I can talk. you <laughs> 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 can talk, and <laughs> I can <laughs> I talk. <laughs> but now I'm, I'm finished. Thank you very much for your time. <laughs> <laughs> and uh, yeah, welcome. Yeah, 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 yeah. Hey, my name is Sami Tesfom. The most of you, know me, maybe as Zemawi. Uh, sommigen kennen me als MC Sami, als de DJ Sami, noem het maar op. Dus, uh, bij deze Sami-testvorm. Uh, ik ben ook op uh, zeer jonge leeftijd naar Nederland gekomen, op 13-jarige leeftijd. Uh, alleen, uh, in mm. tegenstelling tot Sam. Mm. Uh, best wel veel dingen meegemaakt in Nederland. Uh, veel mm. leuke dingen, ook gewoon veel ja, minder leuke dingen. Dat heeft mij ook gewoon ge uh, gepusht om iets te betekenen voor mm. jongeren die. Tussen vallen, kansenarm zijn. Dus zo heb ik bijvoorbeeld, uh, voordat ik in de Eritreese community uh, kwam. Ik heb de hele tijd in het uh, niet-Eritreese community geleefd. Daar deed ik ook heel veel talentenjachten. Uh, alles wat met muziek te maken heeft, heb ik gedaan. En, uh, en toen, begin 2000, kwam ik in aanraking met mijn broeders uit Eritrea. Die ook echt op mij leken. Ik dacht van, hé, hey, hmm. dat voelt goed. En ik wilde ook iets voor ze betekenen. En op dat moment uh, dekal, zat ik in de dansgroep genaamd uh, Dansgroep Image. Daar heb ik uh, echt heel Europa mee mogen toeren. Veel Spanje, Duitsland, Engeland. Mm. We hebben een paar keer naar Hooi mogen staan en zo. Dus gewoon best wel veel gedaan. En dat wereldje wilde ik ook zeg maar, in de Eritreese community brengen. Zo kwam ik in uh, Amsterdam als, uh, uh, gelijk als voorzitter van de jongerenvereniging in Amsterdam en omgeving. Daar heb ik drie, vier jaar uh, mijn diensten gegeven. Veel jongeren geholpen. En daarna met uh, Music Mayday. Dat is ook een geweldige organisatie die zich heeft ingezet voor oorlogsgebieden. Mm. Daar heb ik gewoon Eritrea mogen representen. En dan heb ik uh, een jaartje of drie, vier, uh, misschien vijf zelfs, uh, activiteiten gedaan voor jongeren in Eritrea. En uh, daar heb ik ook gewoon artiesten, misschien ken je Tasha's World. Zeker. Ja. Ja. Tasha Sword heb ik gewoon met, een, uh, met full Band mm. heb ik naar Eritrea gebracht. En mm. uh, misschien K.O. de kabel Tuurlijk. Man. Ja, dus de legend. <laughs> de legend, ja. Dus die, uh, die heb ik gewoon bij elkaar gebracht. En dan heb ik gewoon een cultural exchange. Dus mm. we hebben gewoon het Nederlandse uh, cultuur uh, daar mogen vertonen. En zij hebben ook gewoon het Eritreese cultuur mogen, mogen beproeven. Mm. En daarna heb ik gewoon een eigen bedrijf gehad met, uh, met mijn brada. Echt een succesvol bedrijf. Mm. Daardoor was ik heel even uit, uit de scene. En uh, ik bleef wel gewoon muziek maken, optreden, bla bla bla. Maar ik was minder betrokken bij het helpen van jongeren. Maar ik was veel met jou bezig. Mm. Dus we waren altijd wel aan het dromen om dingen te doen. Mm. Zo heb ik me ook gewoon veel ingezet voor uh, natuurlijk Meteories, mm. ons kind. Mm -hmm. En uh, nu is het ook een iets moois geworden waar wij ook heel erg trots op zijn. 100. En uh, later. Uh, hebben we toch uh, Breaking Barriers opgezet met deze twee kanjes En uh, we hebben, zoals je het hebt gehoord, ze hebben gewoon dezelfde passie, dezelfde droom. Om iets te betekenen voor de community, voor jongeren, mensen die gewoon het moeilijk hebben. En, en daar pas ik gewoon perfect bij. Hmm. En daarom bestaan we ook al vijf jaar. Broeder Sam, ik wil jou gewoon even, even de mic even geven. Vertel ze, neem ze mee. Hoe is Breaking Barriers ont ontstaan? Wat doet Breaking Barriers? En bla bla bla. En ik vul je ook aan. I got your back. Met bro. alle liefde ga ik daarover vertellen. <laughs> Let's <weet>. go, baby. <laughs> waar het allemaal begon. Um, zoals ik je net heb uitgelegd. Uh, ik ben uh, best wel een best wel bescheiden en bekende gezicht in de Eritreese gemeenschap. Ik ken veel mensen in de gemeenschap. Um, vanwege ik, van familie waar ik vandaan kom. Maar ook mijn, vanwege mijn persoonlijkheid. Dus uh, op een gegeven moment uh, werd ik benaderd. denk 6, 7, 8 jaar geleden. door heel veel Eritreese. Hey Esan. Toen die vluchtelingen massaal naar Nederland toekwamen. Van um, waarom uh, ga je iets doen? Waarom ga je niet tolken of whatever? weet je wel? Dat deden heel, heel veel Eritreërs ja, ja. toe. Heel veel mensen volgen elkaar op. Maar ja, ik ben geen volger, Ik ben een, een creëerder. Ik snap je dus. Een, een creatieveling. Op een gegeven moment dacht ik van nee man. Ik ga, ik ga niet tolken Ik was met andere dingen bezig. Ik ben een creatieveling. Ik wil iets op een creatieve manier. Iets betekenen. Voor mijn mensen. Want uh, even voor het beeld. Al die vluchtelingen uit Eritrea kwamen naar Nederland toe. Hoeveel jongeren struggelen. Om, hun, om, om zichzelf te kunnen aarden in de maatschappij. Ik dacht van oké, okay, ik ben artiest. Wat kunnen wij met kunst doen om hen te helpen, vooruit te helpen? Want ik weet wat de kracht van kunst is. Het heeft mijzelf enorm geholpen back in the days. Oké, okay, dus met, met die gedachte ben ik op pad gegaan denk ik. Hey, denk van hey, wat, 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 wat kunnen we doen? Samen met samen natuurlijk vaak gezeten tijdens het eten van Injera. Lopen ze sparen. Hey Sam, ik heb een idee. Ik heb een idee. Dit is mijn idee. Back to back, back to back. En zo. Wilden wij in, in, uh, sort of een soort van buurtcentrum openen in de Schilderswijk in Den Haag, waar heel veel Eritreërs wonen. Ja. Het plan was in alleen het kwam niet doorheen. Op geen moment. Het, het plan was wel gewoon mooi. Het plan we was we perfect, bro. Het, brok, het he? was ook gewoon. Het echt, was perfect. Uh, gemeente Den Haag vond het plan ook echt heel mooi. Alleen waren ze toen een beetje. Hij Ja, niet eens we maar ze waren ook een beetje gebonden aan de ruimtes wat zij uh, tot hun beschikking hadden. Maar ja. ze vonden het wel een topplan. Precies. Maar de de conclusie, hele, ja. conclusie was. Het, het kwam niet doorheen. Nee, we kwamen terug, we rijden terug naar, naar, naar Rotterdam toe. En ik dacht, ja, wat ik net het aangaf, ik ben, ik ben een go-getter. Ik, ik, we geven niet op. Op een gegeven moment dacht ik, hé bro. Samen doen ze eigen ding. We hadden ze eigen bedrijf wat hij aangaf met, uh, met Rasta. Op een gegeven moment dacht ik, van, hé bro, dit, uh, ik moet iets ermee gaan doen, man. Het be, begon maar in mijn hoofd. Uh, ja, we bleven daarover praten. Continu, hey, we kunnen niet opgeven. Hey, we op gegeven... gingen ook, een beetje nog, toen we naar een optreden gingen, daar hebben we het ook over gehad. Honderd, 100, 100 dus, procent. Het, het blijf maar als je in iets gelooft en uh, blijf in je hoofd dan. Dan gaat het niet uit je systeem. Op een gegeven moment ga ik naar de gym toe. Ik, ik ben in de gym bezig, pa, 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 Op een gegeven moment kom ik Malumba Anderson tegen. Na, maar echt na, ik, maar bro, na zoveel jaren gewoon yeah, kom ik deze man tegen really in de gym. Years. Yeah. En ik heb Malumba. Maar he waar ken je hem van dan? He worked with me when I was uh, doing a project. We were doing. Uh, Uh, An Befridings Day festival yeah. with oh, yeah, yeah, yeah. the group from Poland, exactly. And then we had we mixed it with people from from Holland. Mm. I mean, you know, and with Poland, we had a nice big group, and we did a Friday's mm. Day festival for this big organization. Mm. And he was with uh, him. Uh, uh, he was with the uh, Kramadiva mm. yeah, with yeah. Philly and uh, Dominique. Dominique. Yeah, correct. Yeah. Yeah. yeah, yeah, and, and then problem. they. Uh, and you know, seeing him then and seeing him now mm. is like night and day. Mm. I know he was a young, shy mm. man, yeah. you know, but full of potential. Mm. Yeah. Slimmerick, I said, this man, this, this young <laughs> man is, is smart. You know, the questions he would ask me and the conversations mm. I was having with him, mm. young man, I'm like, mm. damn. So, uh, but he was a good, he's a good artist. Yeah, yeah, yeah. and that's how I met him. Uh, that's uh, I want to say, you know, like you know, I, I, we have, I think, a uh, similar character. You mm. too, when we are when we are doing our things. Like when I'm performing. Yeah, then you There yeah, is you no are... shame, there is nee, nothing. Exactly. You can go, he gives, yeah. you entertain. Mm. And that's how the audience also feel. feels. Yeah. Yeah. That's wat ze van jou gewoon aannemen. Dat, dat zie je ook. En dan en dat dat is ook precies bij hem. Hij was ook altijd wel verlegen, jongen. my your podium starts, Yeah. Yeah. But in the beginning, 100%. even when he was up the podium, he was you know, he was holding back. Yeah. yeah, yeah, yeah. And I had to give him what exactly. he needed to go further. I was man, what you mean? Why you holding back, man? <laughs> exactly, man, exactly. You Precis, bro. Man, really, what you, why you holding Precis. back, man? You yeah, man, you know, no, 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 no man. Let it out, let it let out. out. And I mean, you know, and this was we had rehearsals. yeah. yeah, yeah. So by the time we got on stage. He was still holding back a little mm. bit. And I said something to him just before the show. I said, Don't mm. be holding back. <laughs> I, said, I, told him, I, told, I told him. Don't you be holding back. Mm. And he went up there and they rocked Bro. the house. Yeah. En, ik kan me herinneren als dat dag van gisteren. Dat bij de Erasmusbrug. Bevrijdingsdag. Yeah. Kruimeldieven met de hele groep acteurs. Spoken word en breakdance. Whatever. Maar het was echt een hele mooie show. Maar even om, om een verhaal af te maken. Ik kwam maar dus tegen in de, in de gym. Bij Fit for Free in de Omhoord, Waar wij allebei vandaan komen. Ik zei Malumba. Bro, wat doe je tegenwoordig? Ja, ik werk als conducteur in de, in de, bij de RIT. Ja, de RIT, ja. Maar werk je nog met jongeren? Nee, al, al, al een paar jaar niet meer. Ik zeg, dat kan niet, man, bro. Want je hebt mij gecoacht. Ik weet wat je, wat je power is en waar je passie ligt. Wij praten met Malumba. Ik zeg, Malumba, uh, ik heb een idee om iets te betekenen voor de Eritreese nieuwkomers. Malumba kent de Eritreese nieuwkomers niet. We leggen hem ja, uit. Wel. Van, Ik leg me uit van, dit is de situatie. Maar is... nu nog steeds, als je zegt Eritrea. Ja. Ja. Say Eritrea. Yeah. Huh? Bye. Eritrea. 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 zei Eritrea. 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 Ik leg hem dus uit van wat de situatie is van de Eritrese vluchtelingen in Nederland. Uh, waar ze tegenaan lopen, die jongeren. En la, wat kunnen we doen, Malumba? Malumba is een theatermaker. Hij heeft een theaterhoofd. Ik niet. Samir ook niet. Malumba zegt ineens: spontaan, bro, we kunnen een theatershow maken. hè? Hoe bedoel je, theatershow? I don't get it. We spreken af bij een buurtcentrum in de Romeishof. Maluma en ik zitten aan tafel, zoals we nu zitten. Back to back, sparren. Sparren van, hé, hey, theatershow. Maar wat bedoel wat je precies? Ja, we, daarmee kunnen we het verhaal van de jongeren delen aan de Nederlanders. Zodat ze hun, hun situatie kunnen begrijpen. Ik denk, oké, okay, it makes sense. My own man says I need to no, speakers or whatever. He, it, you know? He's forgetting one thing. Mm, one thing. One thing. He had to convince me because I was fed up. That's why I was a conductor on the RET because mm. I was fed up with the system how mm. they did it here in Holland. Mm. I'm not a politician. There yeah. was so much politics in the theater. I mm. said I'm, I'm finished. I'm going mm. back home. Jeez. Had already laid out my my foundation for going back home. One leg was already. One leg there. was in. One <laughs> leg was in hot in America. The other <laughs> leg, well, at least the foot at least mm. the leg was on its way out. <laughs> And then uh, he convinced me. He said, what do you have to lose? I just, you know, I had a lot to lose because mm. I had already people in America mm. who was uh, setting things up for me. Waiting for you. I was ready to leave, mm. and then he, we talk, and I was like, Nah, I'm not sure. And he had to convince me, mm. uh, yeah, yeah. but it was a mm. good story, and you know, I he convinced me. Yeah, and, yeah. and five years later, I'm still here. I'm still here. Precisely. And we spoke with the car back to back. So at some point, you what? the second chain from the second me. <laughs> 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 you the second chain <laughs> is me. <from laughs> you, you, you ain't going There's nowhere, man. <laughs> Both legs have changed. No exactly. At some point, you what, bro? Het wordt een theatershow. Dat is cool. En zo begon het idee van om een kleinschalige pilot te draaien. Om puur om onszelf te laten zien wat de verhalen zijn vanuit de community. te delen met de Nederlanders. Ja, maar ook even. Op dat moment mm. speelde ook iets. dat dan heel veel rellen waren in, in Den Haag. Mm. En dan dat. Oh ja, tuurlijk, uh, uiteraard. Dat kwam ook echt op, veel op het nieuws van. Mm. ja, we weten niet wezen. Want Eritreërs waren niet mm. bekend in Nederland. Al die feesten die rellen bij die feesten. Uh, ja, ja, ja dus zeker. Was, toen, dat was ook een moment dat we met de theater aan het maken waren. Mm. Kijk. Nu moeten we de achtergrond van die jongeren ook gewoon vertellen. Waar komen ze vandaan? Welke reis hebben ze meegemaakt? Exact. Op het moment dat je dat verhaal vertelt, en dan creëer je ook een be bepaald begrip waarom bepaalde mensen op een bepaalde manier reageren. En gedragen, dus exact, exact, exact. Dus, precies. Gewoon, dus het is, dat was gewoon het, het precies, de timing was de gewoon. De timing goed, was gewoon perfect. En je weet gewoon, en ja. niks gebeurt. zomaar. En ik moest Malumba tegenkomen in de gym. Ik had, hem, ik had hem jaren niet gezien bro. Toeval bestaat niet. Hè? Toeval bestaat niet. <laughs> ja. En het makes sense. Kijk, we zijn nu zes, zes jaar later en we doen onze eerste podcast. Ja. Yeah. Dus het is ongelooflijk. Maar anyways, dan de theatershow gedaan. Uitverkochte, twee uitverkochte zalen, Zuidplein Theater. En het verhaal ging om de, om de reis van de Eritreese nieuwkomers. Mm. Want ze hebben meegemaakt maar ook het leven in Nederland. Mm. En dat was een theatershow met Eritreërs de helft van de, van de deelnemers. En de andere helft waren Nederlanders. Yeah. En die chemie yeah. was powerful. Maar, maar wat ik ook wil hier, hierbij zeggen, bro. Wat wel wat, wat, wat belangrijk is voor onze groei ook. De Eritreese jongeren worden gezien door de overheid als een moeilijk te bereiken... Doelgroep. Ja. Ze uiten zichzelf niet, ze zijn niet te bereiken, we weten niet waar ze zitten, ze delen hun, hun struggles niet. Dus wij zaten het oké. Okay. Dus ik had Malumba uitgelegd: van bro, dit zijn onze mensen. Dus ik, ik heb geen verwachting dat ik alle, alle kanten op gaan. Ja. Maar let's do this. Told me, told me. Yes. En yeah. de, de eerste workshop en de tweede begon Malumba, samen en ik begon ons als eerst natuurlijk kwetsbaar open te stellen aan de jongeren. Maar voordat, voordat je daar mm -hmm. dat vertelt. Mm -hmm. Want toen wij de theatershow gingen doen, dat was eenmalig iets. Exact. Wij wilden gewoon dat verhaal vertellen. Mm. Theatershow. Zo so is het. En dan let's go. Precies. Maar toen zagen we hoe, hoe het werd ontvangen. Exact. Ja, exact. De theatershow werd zo mm. omarmd. Iedereen mm. was gewoon te spreken over jullie Juist. moeten doorgaan. Juist. Ja. Dat zijn de jongeren die dit nodig hebben. Exact. Blij dat jullie ons dit verhaal vertellen. Exact. En dat was de aanleiding ook voor ons om te zeggen. Hey, ik iets... kan je niet meer als iets kleins zien. Exact. We moeten het groots gaan aanpakken. Maar, maar, maar één stap daarvoor is het proces toen wij, dus wat ik zeg, de eerste twee lessen-workshop met die jongeren uh, in de zaal Voor die eerste de eerste show bedoel je. Ja, dus ja, 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 Toen we met die jongeren aan het bezig waren, dachten wij: van ey, ik, ik had geen verwachtingen. De boys komen te laat, ze mogen komen niet opdagen. Maar de eerste ja. twee lessen waren ze allemaal. En, die, en de Nederlandse jongeren ook. En we begonnen ons af voor te stellen. Ik ben Malumba, Sam en Sam. En kwetsbaar op te, op te stellen en uh, ons verhaal te delen op een emotionele manier. En wat je daar zag, die chemie, jullie kunnen nog herinneren. What, what we do, excuse me for cutting ja. up, my brother. We, in order to get, let, to get people to trust you, so. you have to do something. Give the, if you want, I want you to give me a part of you. Hmm. But in order for me, you to give me a part of you, I got to give you a part of me. Hmm. Yeah. And that's what we do. <clears throat> We would tell things about ourselves and get emotional. Our mm, challenges. Men, yeah. I challenge, men don't cry. Mm. <laughs> no. Right. Well, I ain't a man then. <laughs> 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 don't see me. Uh. Don't see Yeah. Because we 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 gave them a part of us. And in order to get these young people to be to do what you want them to do or to mm. be a part of what you're doing, they have to trust you. Yeah. And in order for them to trust you, you gotta give them something. I want you to tell me a story about yourself. But first, I'm gonna tell you a story about myself. Mm. Yeah. deep. And they gonna be like, whoa, he dared. Mm. He yeah. durfed. Mm. And then they will dare. And that's what we do. That's how Six. we break a barrier and build a bridge. Exactly. We're gonna give you a piece of us mm. and yeah. ask you mm. if you will, if mm. you're willing mm. to give you a piece of yourself. Yeah. But we don't push it. Exactly. We don't pull it. Mm. You give it because you moment bent You're vulnerable. vulnerable. Snappet? exactly. dat betekent dus en op het mm. moment dat je dat doet en dan kunnen zij ook daar misbruik van maken. ja. Yeah. ze zien van hey als deze man het zo doet yeah. ja. Wa, wie ben ik dan om het niet te doen? ja. Yeah, all of them did it. The i mean it was just it was amazing mm. crying, crying, laughing, laughing mm. you know telling the stories about themselves and mm. this what you have amazing. to understand about me. Mm. i am an american. i didn't know what a vluchteling was mm. when he used that word flikteling. what's that? Mm. refugee. what? I didn't know their stories but they in order for us to write that play we had yeah. to listen to these stories and become a part of these stories but it was emotional especially mm. for an american who's mm. not used to that type of life and the things that these young people went through to get here mm. i mean babies mm. yeah. 12 13 years old coming by themselves and surviving mm. man i mean i was so emotional I mean, I'm emotional now. I'm gonna stop because yeah. I start crying. Yeah, I will, I will start crying. <laughs> But men don't cry, right? Men don't uh, cry. Uh, nee, maar, maar bro, je hebt helemaal gelijk. En, en toen besefte we ook van hey, guys, we gingen samen maar zitten. Dat we het ging... even over de Nederlanders. Als je zegt van yeah, dit ja, de nieuwekomers, Nederlanders. Onder Nederlanders verstaan we daar natuurlijk. De Surinamers. De Koreanen. En exact, het is gewoon zegt multicultureel. Ook gewoon multiculture. die ja. uh, De, de Blanke Nederlanders. De Blanke gegeven. Nederlanders. Maar wat, is... wat we daar vooral zagen is na één, twee lessen: het openstellen. Open en huilen en delen van verhalen van Eritreese nieuwkomers aan de rest van de groep. En de groep begon te huilen. Toen dachten wij, bro: Dit is geen pilot-dingetje, vriend. Dit is geen project. Dit is echt een therapie. Genezing voor, voor deze jongeren. We hebben iets voor moois. Beide. Voor beide, ja. ja, ja Zelfs de voor Nederlanders zijn ook gewoon wat met ja. Jongeren die geadopteerd waren. Precies, ja, het ja. gewoon Ze learned from each other. Ja, ja. En dat was ja. maar een click-moment van: hé, hey, guys, we hebben iets speciaals in onze handen. Vanaf, vanaf dat moment, wat Sam net zei met de theatershows, uitverkocht, whatever, de impact die we maakten, zijn we nu vijf jaar later. We hebben, denk ik, vijftien theatervoorstellingen opgezet. We hebben muziekvideo's uitgebracht. We hebben jongeren geholpen aan werk. We hebben duizenden jongeren bereikt via social media, maar ook fysiek. We, we werken ook op vluchtelingenboten in rotterdam want er zijn heel veel vluchtelingen ja. daar worden wij voor ingezet om, ze, om hen te activeren te inspireren vluchtelingenboten yes. boten oké okay, ja. dus, there we go en <laughs> vijf jaar later en we zijn hier en we zijn dankbaar echt uh, we zijn super we hebben afgelopen week onze jubileum gehad vijf jaar vijf jaar vijf jaar man vijf jaar. prachtig we did it, guys yeah, we, did it. we zijn al zes jaar bezig yeah. de, het eerste jaar was meer het opzoeken opzetten, uh, opzetten uh, organiseren maar echt daadwerkelijk dat we gewoon als Breaking Barriers, als team gewoon de dingen doen, ja. is vijf jaar. Dus, het voelt brood, het voelt yeah, voor mij voelt echt work. alsof het gewoon oh, vijf too. maanden Omdat yeah, je met je me hart doet, vol met, yeah, voor met yeah. passie. Yeah. En wat je net ook zei, die link naar ons toe is van Marumba is een artiest. Jij bent een artiest, ik ben een artiest. En we zijn gepassioneerd met het helpen van mensen. En dat is... On But and what what what's, what I like about us is the results. Mm. Yeah. We get results. Mm. And the proof, we say in America, if you don't know what this means, well, you know, mm. Google it. <laughs> the, proof, <laughs> the proof is in the pudding. <laughs> yeah. I don't know if Google, you can Google that. That's mm. really old school, but mm. the proof is in the pudding. In order to know what you're tasting, you gotta you get, you know, you, you gotta taste it. Yeah. And and that's what we we've done. And it's 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 that's amazing. We get results, you know, and we got but the only thing I want to say the one thing I want to say is continuity. That's all mm. I we want mm. to be able to do because we see that it works mm. and we want to continue 100 yeah, all over because the, our formula works and mm. there's no ifs and buts. 100%. I mean it works and you know not a pat on the back or whatever yeah, yeah. reality mm. it's just reality, ja, like I said the proof is in the pudding. And it's right. bij ons allemaal om motiveren en inspireren van constant vernieuwend. We ja. zijn altijd bezig met nieuwe dingen. Ja. Kijk, in het begin deden we eens van, ja, weet je, theatershow, dat was gewoon succesvol. Mm. We gaan alleen maar theaters opzetten. Mm. Nou, de tweede groep heeft ons echt op proef gesteld. Yeah. Dat waren allemaal mensen die graag wilden dansen of zingen. Rapper, dat, dat. Precies. Rapper, dat was gewoon echt keihard trekken en mm. doen van, om ze te pushen om te gaan acteren. Toen dachten we van, hé, hey, mm. wij doen het voor hun. Dus laten we even vragen. Wat wil jij dat wij voor jou doen? Ja. Waar wil jij je in ontwikkelen? En dat is ook voor ons ook een reis. En ook gewoon, we leren onszelf ook gewoon kennen. 100%. Zo zijn we gewoon elke keer met nieuwe dingen bezig. Mm. Zo nu ook, met deze podcast. Yeah. Even brand, -new. De, uh, brand, -new. brand new. De podcast is ook zeg maar een dingetje waarvan wij dachten van hé, hey, Sam die, die had al gewoon heel lang uh, de droom. of ja, laten we podcast doen. Podcast doen, podcast, yeah. podcast yeah. doen. Yeah. Maar het is ook gewoon op zich, uh, alles gebeurt op zijn tijd. Ja. Ja. Alles gebeurt op zijn tijd. En wij zagen ook van op uh, TikTok zie je allemaal mensen elkaar uitschelden. Gewoon, het wordt gewoon al die social media's worden gewoon voor vaak zie je dan voor dat voor negatieve dingen mm. gebruikt. Mm. En, en, we, en ja, natuurlijk volgen wij, mm. yeah, I know you, you follow also some people. Mm. We volgen gewoon mensen die ook podcast houden, waar wij, wij, waar wij naar opkijken. Mm. En die van hun ook gewoon leren. Toen dachten we van hé. Hey, we moeten ook onze jongeren gewoon leren om een podcast. Wat, met een podcast kennis te maken. Wat is een podcast? Mm, mm. Wat kan je het voor gebruiken? Nou, het belangrijkste is dat je gewoon gerust. Gewoon met, met de mensen die je graag aan tafel wil hebben. Gewoon kan zitten en je informatie kan delen. Maakt niet uit waar het over gaat. Ja. Het kan over auto's gaan. over sport of weet ik veel wat. Gewoon de informatie wat je wilt delen. Waar jij gewoon sterk in bent. Dat kan je gewoon delen. We hebben deze podcast opgezet. Om de mensen te entertainen. Sowieso te entertainen. Maar daarnaast willen we ook natuurlijk mensen motiveren, activeren en natuurlijk mm. inspireren. Inspiratie is echt heel belangrijk. We zullen gewoon ook in de toekomst. Mm. Kijk, wij alle drie hebben zoveel ervaring, zoveel verhalen te vertellen. Mm. Mm. We kunnen over heel veel onderwerpen met jullie praten. En geloof me, daar komen dingen uit waarvan je denkt van wow, dat wist ik niet. En dat is voor de komende. Hopelijk 10, 20, 30, 40 podcasts die we willen gaan uitzenden. Mm. En, en daarbij gaan we ook onze jongeren die nu behind the scenes zijn, die, nu, uh, die ook gewoon de les hebben gevolgd voor podcasts, die komen ook hier aan tafel hun verhalen vertellen, hun verhalen delen. Ook inspiratie. Dus alles, alles is gewoon inspirerend, bro. Alles maar. En uh, met de dingen die we doen, dat hoor je natuurlijk ook vaak terug vanuit je gemeenschap van: hé hey, Sam, wat jullie doen is zo inspirerend zo motiverend, ga door, ga door, en ga maar door, weet je wel. En een podcast is ook een hele mooie medium ook, om wat je zegt, om inspirerende verhalen te delen. Ja, door. gewoon, gewoon op, op je eigen manier. Op je eigen en manier. je controleert. Ja. Exact, weet je wel. En dan je kan ook je tijd mm. nemen zonder dat je wordt mm. onderbroken, mm. noem het maar op. En dan ja. diegene die het interessant vindt, die kan het mm. gewoon volgen, en die mm. kan het gewoon beluisteren. Maar by the way, nu je dit zegt hè, yeah. of inspiratie, inspiratie. <laughs> ja. Dit is onze eerste show. Ja. Yeah. En we wij horen zo vaak inspirerende verhalen uh, voorbijkomen dingen die mij uh, inspireren deed ik met jullie en andersom yeah. ook is het niet tof als we, als we een, een stukje als onderdeel van de show zoiets implementeren weet je dat van een, insp een inspiratie ronde verhaal dat we elkaar oh each one of us tells something exa exactly that, something a story about us being inspired by exactly oh, Iets oh. wat ons heeft geïnspireerd Juist. Yes. zo so, maar het kan het hoe zie je dat dan nee kijk bijvoorbeeld uh, ja, gewoon een verhaal wat jou bijvoorbeeld inspireert, waarvan je denkt van: hé, damn man. Iets wat je hebt gezien of gezien, gehoord. Of gezien, of meegemaakt. Of meegemaakt. Snap je? I think dope. ik denk dat is dood. Nee, dat Ik zou zelfs daarmee willen beginnen. Kik hem af, bro. Als jij een nee, nee, hebt... nee, ik bedoel, van gewoon, als we gewoon onze, onze podcast hmm. beginnen, gewoon hmm. dat je gewoon zegt: hé, hey, welke inspirerende dingen heb je hmm. meegemaakt? En dan, dan wordt ja. dat zeg maar een kick-off van ja, elke podcast. Ja, jij daar zo enthousiast over, mijn vriend? Ja. Start, begin maar. Heb je, een, heb je een leuk verhaal, inspirerend verhaal, wat je met, met ons zou willen delen? Zo, so, je zet me nu gelijk in de spotlight. Aan oh, de spotlight, yeah. ja. Je bent een superster. Je You like that, you like man. that. You like, yeah, that. I like that, bro. Right. <laughs> yeah, like that, even spotlight, baby. <laughs> je, je, je hebt het gezegd, je het gezegd, vriend. <laughs> ja, ja, ja. ja. Um, nah, tuurlijk, ik heb best wel veel inspirerende verhalen die ik mm. met jullie kan delen. Ja, je kent mij, mm. bedoel, ik, ik volg een aantal gasten. Een van de guys, die ik de laatste vier, vijf jaar gewoon volg, waar mm. ik ook zijn boeken van heb gelezen, is Jay Shetty. is mm. echt een jonge jongen, mm. ik denk 33, 34 mm. jaar mm. oud. Um, inspirerend verhaal. Ja, la, laat ik het iets vertellen. Ik heb nu vanuit mijn geloof mm. uh, doe ik dat eigenlijk ook al. Wat, wat is maar, je geloof? Ik ben christen okay, orthodox. Chair, chair. En uh, ik probeer altijd wel, zeg maar, het christelijke geloof gewoon. Conform de wetten en de regels van, de, van het geloof te leven. Mm. En, uh, maar wat hij heeft gezegd is van: hey, probeer eens elke avond voordat je gaat slapen, drie dingen te bedenken waar jij trots op bent geweest. Over jezelf. Mm. Uh, drie dingen te, te, te noemen uh, die jou blij hebben gemaakt. Uh, drie dingen, te, dus gewoon op die manier, gewoon je moet constant ben je dan getriggerd om de hele dag toch naar die. Drie dingen te zoeken, mm. dingen die jou inspireren, die, dingen die jou blij maken, dingen waar, jou, waar je zelf trots op bent. Dat betekent dus, mm. je wordt ook gemotiveerd om goede dingen te doen. Mm. Snap je wat ik bedoel? En, uh, en dat vind ik best wel inspirerend voor mezelf, en dat is ook nu een deel van mijn leven geworden. Want dat, dat deed ik al gewoon, maar niet echt bewust. Maar de laatste drie, drie vier jaar leef ik echt bewust van... Welke drie dingen heb, goede dingen heb ik vandaag gedaan? Mm. Welke drie goede dingen heb ik meegemaakt? Wat heeft mij trots gemaakt? Dus, dus mm. als je daar op die manier blijft denken. je kan niets anders dan positief denken de dat. Mm. Dus dat is wel een. Uh... Maar, maar heb jij door zo te denken. Uh, directe veranderingen zien gebeuren in je levensgemaakt? Zeg uh, ja. Het, het mooie is wel gewoon constant. In het begin was het gewoon echt irritant. Mm. Maar dan ben je gewoon constant. Oh ja, ik moet drie dingen hebben. Ik moet. Want je bent echt gefocust. Hmm. Maar nu is het uh, uh, automatisch. nu loopt het automatisch. Bijvoorbeeld. Het kan de kleinste dingen zijn. Dat je gewoon het verkeer iemand even doorlaat. Hmm. En dan heb je ten, tenminste iets gedaan waar je zelf trots op bent. Hmm. Weet je? Het hoeft niet per se iets. Want in het begin dacht ik van ja, ik moet weet ik voor iemand 100 euro geven. Ja, 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 ja. <laughs> gewoon niks. Ja, gewoon ja, ja. heel groot denken. Ja. Maar je kan het gewoon heel klein maken. Dat je gewoon. Het zijn kleine dingetjes. Van weet ik veel iets waar je, je gaat bijvoorbeeld sporten of zo, of mm. je, je, gaat, je neemt bijvoorbeeld de trap in plaats van de lift. Mm. En dat zie ik ook eens als een soort achievement van mm. waar, ding wat ik trots op ben, weet je. En dan, en dan zoek ik ook zeg maar naar positieve dingen. Oh Malumba heeft oh, dat heeft hij gezegd. Mm. Maar dat vond ik grappig. dat vond ik mm. leuk. En op een moment als je een moment zo gewired bent, dan zie je alleen maar positieve dingen en dan komen alleen maar Mooi positieve maar. dingen op je af. Dus dat Mooi is Herken, herkenbaar. Dus herkenbaar. Yo, ah ja, nu, uh, en nu wil ik dan het stokje aan jou. Uh. Mm. <laughs> je zet mij in het spotlight. Iets Kijk, ik volg natuurlijk ook veel gasten op YouTube en zo, maar. Weet je wat? We hadden. Wacht even, ik hou hem dichtbij bij mij. Yeah. Ik heb uh, mijn nieuwe videoclips uit MCD met uh, Mary Ashe Check hem out op YouTube. Uh, geproduceerd door Breaking Baias, Building Bridges, Sharon C.S. en Sam. Um, dit nummer is. Gecreëerd met Mary, hij is een Eritrese jongen, een nieuwkomer die vijf jaar in Nederland woont. Die jongen kwam een aantal jaar geleden bij ons. Nee, vorig jaar, wat zeg ik? Ja, vorig jaar bij ons aankloppen van guys, ik wil met jullie programma meedoen. Hij woont een aantal jaartjes in Nederland. Precies. Ja. Ik wil met jullie programma meedoen. Uh, ik heb geen rap ervaring, ik heb nooit in een studio uh, gezeten, opgenomen, whatever. Maar ik, ik schrijf teksten. In het Tigrinya, uh, onze moedertaal. Oké, okay. laat me je flow horen. Okay, hij begon te spitten, maar die flow was daar niet. Maar dat is helemaal geen probleem, want wij coachen jongeren van A tot Z. Dat, dat, dat is wat wij doen. Op een gegeven moment dachten we: oké, weet je wat? Die jongen is hongerig, hij is gedreven, hij blijft maar komen en komen. Want je moet vaak met die jongens ook zien of ze echt dedicated zijn. Ja. Dat als jullie weten. Ja. Maar hij is dedicated, hij komt wekelijks. Ik denk, oké, okay, deze jongen is hongerig. Maar hij heeft nog niet het talent, maar we gaan daaraan werken. Zo begonnen we dus uh, met die jongen te werken. Uh, en we zagen geleidelijk aan, st stapgewijs. Uh, stappen vooruit. Het kost heel veel tijd en ja. energie. Wat we alle liefde in hem hebben geïnvesteerd. Ja. Maar uiteindelijk zijn we dus nu. Soms moet je ook echt hard zijn. 100. Soms ja, ja. Weet je, het is je ja, je ja, ja, ja. mag alleen maar gewoon ai, over ai, ai, van ai, de, zijn. De, de, de. Nee, je moet ook gewoon hard zijn. Nee, dit is niet goed. Dat moet je zeggen. Tafla. Tafla. Maar, maar dat, dat komt wel op het moment dat ze jou vertrouwen. En weet je, dat komt vanuit een goede... Exactly. Vanuit If you it before they gone. Yeah. If you do it before they gone. Precies. Dus dat heeft echt wel... Nee, zeker. Hij begon met de teksten te komen. Ik heb een tekst over een dame. En we begon met hem te sparren. En op een gegeven moment had ik een melodie in mijn hoofd. Maar, maar bro, jij hebt hem wel lang onder je hoede gehad. Met hmm. tekst Over de Dame, dat kan pas. Dat is, geloof ik, het derde of vierde nummer wat jullie samen ja, een precies. beetje hebben gedaan. Dat klopt, man. En dat, dat, is, klopt. Dat, is, uh, dat klopt. En toen, uh, dat is wel het nummer wat jullie hebben uitgebracht. Natuurlijk. Exact. Er waren daarvoor twee, drie nummers uh, opgenomen. Maar wat je zegt, Sjokorina, ik zat dus samen naast hem. Op een gegeven moment had ik een melodie in mijn hoofd. Wat nu dus uiteindelijk uh, het nummer is geworden. En dat nummer ja, opgenomen in de studio. En helemaal gefijn toen dan Seas uiteindelijk uh, uit, uit zei, we, weet je wat, hey, dit is een lekker nummer man, laten we een clip hiervan schieten. En hij zei, hij zei, hij zei direct wat, hè? een videoclip van mij, met, met mij erin. Dus, hmm. Dat gaan we doen man, dat ja, is een van mijn dromen en bladibladibla. Dus, weet je wat, wij gaan het weer realiseren. Waarom? We zien de, de vuur in jou, je bent hongerig, je bent gedreven. Hmm. Hmm. En ik herken mezelf ook in jou, weet je En dit soort mannen, jongens, moeten we coachen juist. Hmm. En, en naar een next level tillen. Dus die clip is nu uitgebracht. En de groei die in hem zag, hij was echt een hele verlegen, intieme jongen. Uh, hoe zeg je geen intieme jongen, maar uh, timide jongen. Ja, verlegen, timide, onzeker. Introvert. En hij, 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 hij nam zelfs een slokje bier. Hij begon alcohol te drinken voordat hij naar ons toe kwam. Om, omdat oh, hij ja. te bang was om, om op te nemen in het bijzijn van anderen. Dus daar kwam die jongen vandaan. En als je nu ziet, na het releasen van de videoclip, zelfs op de dag van de videoshoot, hoe blij hij was. Grijs op zijn gezicht. Mm. Het, het, uh, de social media maar post. Dat voor ook, bro. Dat voor, mm. uh, toen had je ook zelf opgemerkt. Mm. De laatste show dat we deden. Pfft. Toen, zei, toen, toen oh. deed hij ook een mooie uitspraak: dat hij zei van bro. mensen lachten maar uit vroeger en dit en dat door jullie. Nou, sta je dan voor 300 man een bro. optreden te doen on, naast zijn coach. Uh, en ik stond dan ook achter de DJ. Kippenvelman. Malumba Maar staat aan de zijkant gewoon te kijken. Hij werd gewoon van drie kanten werd hij gecoacht. Kippenfilm. En dan het publiek ging dan echt uit het dak voor hem. En toen kwam die ook gewoon backstage, toen yeah. was hij ook, het was Pooh. ook bijna tranen in de ja, ogen van hey, ik heb me nog nooit zo lekker gevoeld. Man. Exact, en, en dit wil ik ook, ik wil dit meer, ik zeg weet je wel, bro, don't worry, wij zijn met jouw vriend, je, ben, je bent nu onderdeel van Breaking Bad's familie, ja. dit is wat je gaat doen en hier, hier en nog meer en nog beter. Dus nu de clip uitgebracht, als je ziet die... Die glimlach op zijn gezicht, het zelfvertrouwen. Wat die... En nu zie je een hele andere persoon. ja. Oh, yeah. nou, 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 ja, hoe die <laughs> loopt gewoon. Een nou, studio afkomen, shine. En ik zeg, bro, dat heeft mij zo geïnspireerd. Want daarmee zie je als wederom van een testament van het werk wat wij doen. hoe krachtig die is als je. Hoe, waar de kracht van. de, de power van kunst. wat er met de persoon, hoe die een persoon kan transformeren. Dat is voor mij zo inspirerend. Want dit, dit bevestigt weer alsnog van. hé, hey guys. Dat we zijn we goed doen. bezig en we ja. moeten doorgaan om nog meer jongeren te bereiken. Want dit, ik ben zelf door muziek getransformeerd, zoals jullie weten. Ja. Je zei het net, Malumba. Maar nu om dat door te geven aan de volgende generatie. is een man. Bro, dit bro, heeft mij enorm geïnspireerd, man. Dit, dit inspirerend verhaal is niet geld. Je hebt nu één voorbeeld genoemd, mm. Mary. Mm. Maar die naam kun je gewoon vervangen door. zoveel. So uh, so so mini. We hebben tot nu toe alleen maar. Kwam. Een nou, uh, wow, so stop, stop. Stop, stop, Dat zou het beter zijn als we niet de naam noemen. Iedereen's name. Je noemt mijn naam zijn echt. Ik kan gewoon minimaal 120, 130 namen noemen. Easy. Die op de plek van de. Maar dit is in ieder geval mijn verhaal wat ik heb meegemaakt. Waardoor ik denk: van bro, let's do this, maar dit is Breaking Barriers. En nu ga ik hem overdragen aan jou, Malumba. Wat is jouw verhaal? my only thing is. I have so many inspirational moments from different people bro, that we work before, with. Before I want to tell people what you always say. I love when he he tells you, one more thing? One more thing. One more. Thing. I love it when you do it. Like <laughs> I love it. Bro. I say one more thing, and I might be there for twenty minutes. <laughs> don't worry, bro. 20 minutes, but this time, not. Like, we, we love. We love your story. You know that. Like, this always. time, your like, story. But um, I don't know if because I have a very inspirational um two things i want to but i'm not i'm only going to do one. one but i'm thinking if it's uh, if it's can it be something personal or does it have to be with something pertaining to <laughs> breaking what, barriers on, you. on for you what what inspires me no i better i don't want to get emotional tonight i'll leave that for the next uh, podcast mm. so yeah. i'm gonna tell a, a, a different uh, mm. uh inspirational story uh there's a young man that we 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 work on like like they said, like Sammy. Sammy said, we work on these cruise ships, mm. cruise, uh, 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 refugee cruise ships, mm. and big boats, small boats, you know, uh, mm. boats that moving like this getting making you seasick when you're trying to do a workshop, and uh, boats that don't move, you know. So, <laughs> <laughs> but but what it is is when we go on there, all the boats move because we move the boats, yeah, yeah, yeah. we move the people. So once we start moving the people, the boat starts moving. Yeah. Mm. But uh, we we were on this one boat with these young people and we work on this one boat was all men only men young men old men you know very inspirational you know people older than myself you know mm. coming to this country for the first time and w trying to start a new life at My 75 God. years old coming from another country not speaking the language mm. but we inspired them and they inspired us but there was just one young man who touched all three of our hearts they all touched our hearts but there was one guy who really touched our heart he came in there. He's from Sudan, Eritrea. And uh, he came in there with all this energy. Yeah. And we playing music because we would play music for each country. And everybody would dance. They teaching us their dances. We know how to do dances from all kind of different Middle East countries now. <laughs> I'm serious. <laughs> <laughs> but he, uh -huh. was, he was dancing. And he was dancing his style, African dance and da, 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 da. And then uh, he just... He just lit up the place every time he came he had this big smile on mm. his face. and he just came every time and he was really you could see that he was looking for something. Yeah, mm. he was looking for something. Mm. He was looking for us. Mm. He wanted to break some barriers and build some bridges, but he needed some help. So we you know we we dealing with all of them, we dealing with all these guys. and this one guy, he would go every day he would come and work with us and then he would leave, you know, where are you going? Oh, I'm going to run. I'm going to train. okay. We thought he was just working out, going to the gym or whatever, whatever. So then he kept telling us, and then he'd start telling us his what he wanted to do. He would love to be a runner. Never, how long has he been in this country? Uh, yeah. One and a half years. One year. One, like, one, one year. year. When we met him, he had been here one year, mm. and he was so focused on what he wanted to do. Mm. He never ran in his and country. country. And the things he said, and the things he said, and how he said it, you know, do, oh, do, yeah. he was I so want confident. To be the number one. I'm gonna be number one. Oh. I'm gonna be the next Usain Bolt, and no. uh, blah, 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 blah blah blah. And we looking at him like, you know, what? so so one day I, I had to leave early, and then Sammy and Sammy said, uh, um, you know what you what you do? Yeah, I can run. I run fast. So they said, okay, show us. Show us. So uh, no, just regular shoes on the concrete, not even warming up. Nothing. Bro. Nothing. He they they marked off a hundred meters, mm. eleven flat. Out of second, bro. They said, "Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. No, no, no. Do it again. Do it again. Yeah. So, Same thing. Yeah. Flying. And then we asked him, "What you want to do? I want to run here in Holland. Mm. I want to be in you know just. I want to run. So so we said we uh we had connections in the Rotterdam Athletics Club, and we mentioned it to him. Mm. The next time we saw him, he had already contacted them. <laughs> we, I'm busy. We busy with making contact. He comes. Oh yeah, I uh, went to Rotterdam, blah 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 blah, and um, now they, I'm training there. Right? Hmm. Amazing. We said, "Wait a minute." I mean, I got. I'm making an appointment for you. I already did it. We said, "Okay." So he'd been there for a few months now. So then he uh training with them, but he don't want to run long, short distance. He wants to run long distance. Yeah. 10 meters i mean 10 kilometers 10, 20. up 20 30 mm. 50 he don't care he wants yeah. to run a marathon he said he's gonna win it okay so you know so confident mm. oh my god one year been here he don't hardly speak the language but he's trying and he's a go-getter so then uh, a few weeks ago he had his first competition mm. in utrecht we couldn't go because we had other obligations and he told us at the last minute, oh, tomorrow I got to, hey, come on, you got to tell man. us a little bit beforehand. <laughs> yeah. You can't tell us day, the day before or maybe even call you the same day. Hey, you guys coming? Coming where? We don't know what you're talking about. <laughs> we don't know. Oh, sorry, sorry. About don't that. worry. <laughs> <laughs> don't worry, bro. Don't worry. So, then, so, so then he came to rehearsal because he's also in the theater show. He came to rehearsal and uh, I asked him, I said, how was it Sunday? Uh humble, modest guy. Oh, yeah, it's good. It's good. I said, how'd you do? Huh? I said, how'd you do? Uh, I came in first place. <laughs> I said, get out of here. you joking. You didn't come in no first place. He pulls out his phone. Look, look, Malou. that's me. See? Look. First. Just like. Mm. I saw the saw, like, I saw I saw for Nixon, bro. I said, that's your first competition in Damn this country gosh. ever in your life. Yeah. And you came in first. Yeah we made a big deal about it for him but for him he's so humble that we had to put him on a pedestal and mm. to show him that you got people behind you who want you to succeed mm. and we're going to help you to succeed yeah. mm. and he that right there is so special for him he didn't expect that we didn't expect that but you know yeah. we're going to have him on the show on one of the podcasts mm. coming up so you guys can meet him 100%. so you can see his face 100%. because there's no doubt about it He's gonna be somebody. 100%. He inspired me, mm -hmm. Sammy, and Sammy, yeah, and definitely. the other people who are on the boat, and the other people who are in our group. Yes. you know, he's you know he's he loves to dance. Yeah, mm -hmm. I wouldn't he, say that. This, <laughs> one, this <laughs> is this is two things he loves to do: smile and dance, mm -hmm. yeah. <laughs> and he does them both well. Yeah. Plus. He's a good runner. Sick. Amazing. Ja, yeah, mooie Dat yeah. is very inspirational powerful for me. Man, yeah. bro. Powerful, man. Mooi, mooi, mooi. Thank you, bro. Ja, zeker, zeker. Echt een heel... Het is ook gewoon een, een, weer een bewijs als je iets uitspreekt mm. en je zegt: Ik ga het halen, ik ga het doen. Zo. En je gaat daar ook voor werken. Het is niet alleen maar, je bepaalde mensen, ja, we gaan, ik, ik word miljonair en dan gewoon. Als je het uitspreekt, dus dat het nee. gewoon komt. Nee, je moet er wel voor werken. Ja, je moet er wel gewoon... Man, He put the work, work in. Zo. So. Nee, hij nee, werkte. Nee, Weet nee, je, je nog dat and, we and elke and keer als yeah. wij daar gingen, de eerste uur was hij mm. gewoon aan het... Yeah, right, yeah, nog yeah. Helemaal bezweet. Yeah. Ja. Hij wil toch nog met ons even dansen. <laughs> dus, dus dat was... Yeah, uh, and I want to say this. He's a handsome fella. Mm. He's a handsome fella. So I told him, hey man, you know, you can have a whole bunch of girlfriends. Oh, no, 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 no. Focus. I don't have time for that. I want to first run. And then maybe later, when I start winning mm. and being uh, next to same boat, huh. then I get yeah. a girlfriend. <laughs> <laughs> I said, hey, yeah. well, you better hurry up then. Because them girls are chasing you. That's why he runs so fast. You'd be chased by these women. <laughs> <laughs> ja, maar Sam. Maar ja, maar ik, ga, ik ga jullie dan even uh, naar het volgende onderdeeltje meenemen. Een bruggetje. Een bruggetje. Dat sowieso tijdens de, de, het opzetten van, de, van, die, van die cursus van de podcast. Yeah. En daar hebben we gewoon hulp gehad van Demis. Die staat nu ook achter de, de camera. Om de jongeren ook gewoon te begeleiden mm. en uh, te laten zien. En toen dachten we: van ja, hoe kunnen we nou de show, zeg maar, uh, extra flair geven? En, mm. yeah. en entertainment erin brengen. Juicy maken. Maar toen, toen kwamen wij op uh, het idee van: ja, laten we dan uh, vragen bedenken. Hoe doe je dat dan? Hoe, hoe, bah, uh, mm. yeah. ja, laten we dan A of B of nee. Yeah. Uh, toen kwamen we op een gedachte: van ja, laten we de uh, box noemen. De box. Mm. Maar toen dacht ik van, hé, laten we gewoon mess-up. Wat? Mess-up. Op. Mess-up betekent... Mess-up. Mess-up. <laughs> like is messed Ma up. Mess-up? Mess-up. Huh? Mess-up. Mess mess-up. Mess-up, ja. Yeah. We, we're okay. going to call it messed up. No problem. No, 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 mess-up, up. <laughs> mess bro. Mess-up. Mess up Mess up, up. Mess up mm. I got up is like, uh, it is een uh, uh, traditioneel iets... Uh, gewoon uh, voor, een, uh, voor de Habesha people. Mm. En dat zie je dan veel in het uh, Eritrese en Ethiopische community. En dat is dan een, uh, iets waar zij gewoon, uh, wanneer gasten komen bij jou. Mm. En, dan, en je krijgt dan eten geserveerd. En dat wordt dan daarin gedaan. En mm. die komt dan met een deksel dicht. Mm. Komt het dan op tafel. Op het moment dat je het opent, eten. En dan heb je heerlijke eten. We gaan We gaan eten. We gaan eten, baby. We gaan eten, man. We We gaan Malumba, als je het. I'm here. I know. Deze man, als je het over eten hebt. Have... Oh, oh, oh my oh, god. god. Oh my god. We zijn bood. We zijn bood. Dan pas ik, man. <laughs> <laughs> my, my guy. <laughs> nee, dus dus we dachten ook, ja. zeg maar, van, ja, als je dan toch de mes op is, dan ook zeg maar. Je weet niet wat, jou, wat je geserveerd krijgt. Is dus een je, je doet het. Open, het is gewoon een lekker verrassing. Mm. Maar vaak is het omdat het gewoon gasten zijn. Wil je dan de beste van de beste wat je te bieden hebt, ah, zet je daarin. Ja. Dus gewoon echt de lekkerste eten, de delicatessen, die zitten mm. gewoon allemaal erin en dat, dat komt dan gedekt. Dus ik voor vandaag, me. ik ga even ons petje even hier doen. Ik ga gelijk trek bro. Ja, me too man, yeah. I'm hungry. Of dit is mijn I smell it. <laughs> <laughs> maar wat we hebben bedacht is, uh, we hebben het team gevraagd yeah. om vragen te stellen. Yeah. Algemene vragen. Aan ons. Aan ons. Of het kan ook gewoon persoon, persoonlijke vragen. Het kan ook zelfs daarop staan van, het is de vraag van Malumba, dan, dan wordt het mm -hmm. voor jou. Ja. Yeah. En, en nu hebben we gezegd van, voor deze keer, doe maar gewoon algemene vragen. Het kunnen uh, serieuze vragen zijn. Oh, nee. Het kunnen grappige vragen zijn. Oh, 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 oh. Pikante. <laughs> het, kan, het kunnen pikante vragen zijn. Dus gewoon, <laughs> gewoon we hebben gezegd, gewoon daag jezelf uit. Precies. Stel die vragen. En hebben ze gewoon allemaal gedaan. En die vragen staan allemaal hierin. Mm. Dus... dus in there. Dus en dan, 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 voor de gasten is het dan als je, dan, je het zo open. Oh, food for thought. Huh? Ja food man. For thought. Food for thought. Hey, that's food for thought baby. Dat is da, die, 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 die man. Die is die, food, die, die, food for ee. your brain. Food die man. Oh lord. En hey, hey, you know what bro? Nu toch de, ermee bezig bent. You Pak take a, it first. Yeah, the first Het idee is dan dat jij gewoon een vraag pakt. En dan hij en dan ik. En dan de vraag wat jij te zien krijgt, dan moet je antwoord opgeven. En even ook benoemen natuurlijk uit I gotta go first. Ja, maakt niet uit, maar we kiezen jou als Oh, je kiest me. Ja. Oh, ja. Maar wacht even, oh, even wacht even. even. Maar ik wil wel gewoon nog even om ook zeg maar uh, om, om jullie ook gewoon uh, de, onze, onze familie mm. aan de andere kant van het de, de scherm ook mee aan, hier aan je mee te laten doen. We willen jullie vragen? Bedenk leuke, interessante pikante vragen mm. voor ons. Mm. Het kan persoonlijk voor mij, voor Sam, voor, voor Malumba. Oei. Dus dat kan. Oei. Oei. En dan als die vragen, <laughs> die, die kun je dan gewoon via onze uh, Instagram site mm. uh, een DM'tje sturen. En dan wordt van al die vragen, we hebben gewoon een team achter die dan de mm. vragen filtert en ook het allemaal gewoon schrijft en hierin gooit. Mm. En dan kiezen we jouw vraag uit en krijg je van ons een leuk, een leuk cadeautje. Dus doe mee. We zouden het echt geweldig vinden als jullie leuke verhalen of vragen voor ons bedenken en naar ons sturen. Voor deze yes. keer hebben we het gewoon bij ons team gehouden. Mm. En de vragen die we niet lezen, als het op een gegeven moment te veel vragen worden, dan worden dan deze vragen weer weggehaald en komen daar nieuwe vragen in. Let's go man, let's go, Aller, let's go. Ik, ik ben dus, niet te lang. Bolu maar pakken, pakken, pakken pak pak vragen. <laughs> eentje, eentje, ja, eentje. Anders, maar doe maar ja, spannend. Ik ga hem even hier. Yes. And I gotta answer this. Yes. Yeah, open it. En dan... Uh... Even de vraag ook even uitspreken, alsjeblieft. Maar misschien mag je, mag, je, ga je, mag je die vraag ook even oplezen. Oh, lord. It's in another language, man. Maak ja, maar, ja, maak maar. Laat, laat, laat sa samen lezen, maar gewoon... Uh... Wat is iets wat anderen over je denken, maar totaal het tegenovergestelde is? What is something about you? People think think about you, but it's the opposite, the opposite of it. They think you are like this, but the, you are the, some, something like. Mm. I got. Can I go to the bathroom? And think about <laughs> <it>? Nah, bro. <laughs> no, 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 no. I got to answer this. No, this is for me. I'm gonna leave this one. here. Yeah, throw this one away. Yeah, yeah. No, okay. I'm just joking. <laughs> no. <laughs> so something that said again, something that people He's, think about me, but it's not. It's the opposite, opposite. Opposite. The people think, oh, Malumba is like this, but it's the opposite. But it's the opposite. Mm. Mm. You're not gonna believe it. I mean, when I tell you, you're not gonna believe it. But mm. I'm gonna be serious. People see Malumba and they say, "He's out there." Malumba is just like got, got an answer for everything. He mm. always the showman. Mm. He's the one that's uh, that's uh, uh, you know the ent the entertainer. The, uh, mm. Mr. Malumba is uh, uh, talks to everybody. Most friendliest guy mm. in the world. Mm. Not true. Oof. Oh my god. Malumba is just the opposite of all those things I just said. Why, bro? Malumba is a shy, introverted person. Mm. I can't talk about it too long because I get emotional. Mm. But uh the showman that people see is the is the is the disguise. I got into acting because I didn't have to be myself. Mm. So people, that's why people don't know that about me. People mm. think. I get in front of a, you know like I, I work with young people 50 at a time or whatever I get be 200 people 300 people mm. and I go I'm out there and I'm just I throw myself to the wolves bro I know you now for about 6 7 years mm. This is what you just said you never said it like no. this you no, just touched I, my heart bro Yeah I'm really uh, I'm you know I use theater so I cuz I got into theater in the 80s mm. and uh, and when I was in college and then I didn't do it on, I, I got into it by accident because I was an athlete. Mm -hmm. I was always a sportsman. The coach told me I needed I needed 12 units to to get my money mm -hmm. from the school. Mm -hmm. He said, take acting. You don't have to do nothing, just no. show up. I don't want to take no acting, man. I want to play sports. You can play <laughs> sports if you do that. So I did the acting. And in the acting uh, class, it was some strange ass people. Mm -hmm. I mean, weird people. Mm -hmm. And I said, "So these are my type of people." <laughs> but I didn't say that to them. I saw some, you know, these were artists, and this mm. was before I knew I was an artist. Mm. And then uh, the, at the end of the class, you know, I had to give my presentation, and the teacher said, "So you're good." Oh, don't worry, whatever. Mm. How long have you been acting? I said, "How long is this class?" Mm. She said, "One hour." I said, I've been acting for one hour. Oh, bro. She said, You should never stop. But then, it's a God given hmm. talent, hmm. but a God given talent that I didn't know I had. I used it for another reason than trying to be famous. Hmm. I used to it hide. to hide. verberg for what, bro? To hide from what? Yeah, from hard, being right? myself. Yeah. And the things that I went through. As as a as a young man, and, and and how what the things I went through, how it made me, mm. I didn't want to live that mm. way. I didn't want to be that way. I don't want to be remembered. Mm. I don't want we be reminded of those things. So mm. I can. That's why when it comes to improvisation and acting, I'm 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 gone. You can. Well, I can be yeah, even, yeah. even. I can be anybody I want to be, and not have to be myself. But mm. then once you stop being that character. You have to take on, you gotta be yourself. Mm. Or do you? If you become so good at it, you don't have to. Yeah, 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 You know, but in those times when you're by yourself or whatever, whatever, you know, mm. you get these moments when you are like, yeah. oh mm. shit. And that's when you start crying or whatever, mm. you feel like, oh man, but then you become a character again. Mm. I can take on jobs and be do different jobs and have a don't even like the job. Yeah. Mm. When I was working at RET, I didn't like it. I just mm. wanted to get away from theater. Mm. But I created a character who liked it, yeah, yeah, yeah. and I became one of the best conductors Oof. there was. Deep, but that's something that you that know. Amazing. Thanks. That's my story. Yeah, thank, thanks, my bro. Share. Thanks, thanks, thanks. Let's go to it's the next amazing. one. Ooh, that's deep, my bro. Some... <laughs> Damn. So Food for thought, you, you, you touch my heart, bro. Yeah, I swear. Oof. I swear to God. Damn. Okay. Okay, 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 guys. Okay, okay, guys, 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 guys. No engine. Wat was je meest ongemakkelijke moment op het werk of in een professionele setting? Oeh. Wat was je meest ongemakkelijke moment op het werk? Kijk, bro, ik heb uh, veel verhalen te vertellen, maar uh, ongemakkelijk moment op je werk. Ik had een keer een gesprek met een een-op-een uh, een -een gesprek met een. Dat uh, was een paar jaar geleden met een leidinggevende. Schuin is manager. En dat uh, was een dame. We zaten in een aparte ruimte. Mm -hmm. <laughs> Bro, ik kon je shit niet geloven, joh Ik zit met die vrouw samen aan tafel. En op een gegeven moment we raken we in gesprek. Studiegesprekken. gesprek. live samen. Hoe, hoe zit je in je vel? Voel je je lekker? En hoe gaat het op werk? Bla bla, bla. En eens hoor ik. <What you did? laughs> Malumba, ik, ik hoorde gewoon, die vrouw liet gewoon een scheet, bro. Was you are her? De vrouw, man. De vrouw, bro. Kom maar, Malumba. Ik dacht, hè? Maar ma, ma, ma bro, maar bro. Oh, maar bro, Malumba. Maar hij is geen acteur zoals jij. Nee, maar bro, ik, ik, ik was gewoon heel, ik was, ik was heel smooth. hè. Hoor ik het dan goed? Nee, volgens mij niet. We gaan weer in gesprek. Bladdi, bladdi, bladie, bladdi, bladdi. bla. bla, 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 bla. Hey, oh sorry, my, my bad. Ze deden het een keer. Ja bro, ze deden het een keer. Bro, ik dacht, daar ga je niet menen gewoon. Waar de hel ben ik in beland, kiel? Ik zweer het je, oh my god. Ik ging helemaal Go stuk. Word. Ik dacht, hè? Gewoon een vrouw, gewoon. Hé hey bro. Vrouwen die scheiden voor. sorry, die laten voor je neus vind ik al. vind ik al raar, weet dan maar. En nu ben je gewoon met je manager, bro. Ik denk, dat ga je niet mee. Ik dacht, bro, ik ging helemaal stuk daarom. awkward, man, bro. dat is Dit is een van de. maar aparte, bro. Dan ga ik even. Bro, pak eentje voor jezelf. Oh, lord. Pak eentje voor jezelf. Sorry, that's a good one. Shit, man. Nou. Last but not least. Food for thought. als, als, als we nog, als nog tijd hebben, we gaan door, vrienden. We gaan door, man. I like this. We hebben, we hebben nog wat nog nog tijd, denk ik. Wat had je altijd willen doen, maar nooit heb gedurfd te doen? Oeh, dat is diep. Wie heeft deze vraag bedacht? <laughs> <laughs> denk even, een van die meiden achter. Ja, dat is diep. Wat man. had je altijd willen doen, maar nooit gedurfd om te doen? Nooit durf te doen. Ja. Dat is diep. Maar het is wel een vergelijkbaar verhaal als aan, aan, aan die van Malumba. Mm. Ik begin wel gelijk, mm. maar het begint als gelijk te bonken. Mm. Ja, op podium ben ik, oh, uh, yeah, ben ik een beest. Mm. Dan moet ik het over mezelf zeggen. Ik, Zeker. ik, ik voel me gewoon thuis. Mm. Ik schaam me nergens voor. Ik, ik, ik ben gewoon 100% mezelf. Ik mm. voel me echt thuis. Ik kan gewoon alles doen, hmm. maakt niet uit wat voor muziek je opzet, wat, wat ik moet doen, of dansen, springen, maakt niet uit, dat kan ik allemaal doen. Dan ben ik gewoon 100% thuis. Maar mensen die mij kennen, die mij zien, die denken van, Zij, deze man die, hmm. als hij gewoon van het podium af is, is hij ook net zo beest. Dus heel veel mensen denken dat ik gewoon, uh, dat ik misschien, weet ik, van zoveel vrouwen hier en vrouwen hmm. daar en dit en dat heb. Ik heb nog nooit in mijn leven een vrouw aangesproken. Yeah. Nog nooit Ik bedoel van een vrouw die ik leuk vind. Mm. En ik heb haar nooit ontmoet. We hebben nooit, het ijs is nooit gebroken. Mm. Ik heb haar nog nooit aangesproken. Hé, hey, mijn naam is Sami, blablabla. Mm. Dat had ik altijd willen doen. Mm. Maar nooit, nooit echt de lef of de durf mm. gehad. Je durft niet. Bro, bro, maar dit bro is... uh... nu, het Goed. feit dat ik het nu zeg... Mm. Ik zweer het, ik, ik krijg alle rillingen in mijn mm. keel, in mijn, in mijn nek, nek, in mijn schouder. En het en, en, lukt zo. Mm. Ik weet niet wat ik heb, ik heb, ik weet niet wat ik ooit heb meegemaakt of mm. wat dan ook. Kijk, ik bedoel, nee, bij jou kan je krijgen. Dat mm. is gewoon wat wij ook gewoon onze jongeren leren. Maar dat heb ik nog nooit gedaan. Maar, bedoel, maar dat maar, heb ik altijd willen doen. Ja, dat wil je doen maar oké, okay. mm. maar het is nooit te laat. Nee, het is nooit te, het laat. Het is nooit te laat. Het is nooit te laat om, om dit op te pakken, man. Ja, ja, nou maar als, het is wel. Uh... Maar, als dit, maar, maar, maar laat me die vraag stellen. Is het iets dan wat jou in dit moment van je leven denkt van, hé hey Sam, je bent een kakker mannetje, maar dit belemmert me echt enorm? Of ja. denk je van, of heb je het al geaccepteerd? Ik moet het accepteren, maar ik weet wel dat het mij belemmert, want zo loop je wel gewoon bepaalde kansen, gewoon mm. uh, potentiële dames. Potentiële dames, uh... waarvan ik denk, ja, ik bedoel, je weet, mm. ik, ik ben niet getrouwd, mm. wat dan ook. Mm. En uh, het is niet dat ik uh, aandacht of wat dan ook tekort kom, maar yeah. soms kom je wel bepaalde vrouwen tegen waarvan je ziet haar en je observeert haar en dan mm. denk je van, hé, hey, die is wel echt een top, maar mm. die zou ik gewoon mm. in ieder geval kennis mee willen maken. En je hebt de problemen, je steeds niet uh, durven? Nog, ik, ik durf nog steeds niet. En waarom? No, ik, ik heb opgezocht... En dan ging ik ging gewoon naar mezelf ook kijken wat is er in het verleden gebeurd. Ja, misschien is er iets gebeurd toen ik jong was of mm. klein was. wat ik heb opgesloten. Maar ik heb nog nooit gedurfd om een dame, zeg maar. Tuurlijk, hè gewoon als je social media is wel wat makkelijker. en dan begint met het en dan mm. met hij en dit en dat. dat is wat anders. Maar op het moment dat je echt gewoon, gewoon op straat een dame tegenkomt. of je, je, je bent op een mm. trouwerij of bij mm. iemand thuis of zo. en dan denk je van hé, hey, dit is een leuke meid. En dan. Mm. Nee, dat ik nog nooit. Nee, bro, ik, ik had dit, wow. ge, dit, dit gevoel wat jij nu hebt, had ik misschien toen ik 16 was, bro. En dan had je ook spijt van: denk ik, hey, damn, ik zie een mooie dame daar, ik wil aanspreken. Maar dan, op de een of andere manier, je bepaalde onzekerheid blokkeert je gewoon. En dan, ja. waar, waar, waarbij ik dan denk: van, hey Sam, je bent een kakkermannetje man. Ja, je ja, bent een kakkermannetje. Maar zou ik je wel <laughs> wat vertellen? Als jij wel wat een mooie dame mm. ziet en je vindt haar leuk, mm. en je stuurt mij om haar, ja. haar namens jou aan te ja. spreken. Dan nou weet ik precies wat ik moet zeggen. Ja, maar dat is een veilige zone. Maar nou, nee, voor jezelf. Precies. En daarom, en dat, juist, dat maakt mij gewoon helemaal gek. Ik zeg, waarom mm. kan ik het wel voor hem mm. en niet voor mezelf? Maar bro, ik heb één antwoord, therapievriend. Ja, ik heb, nee, maar, bro, ik heb maar, genoeg therapie gehad. Nee, ik heb maar, het, uh, ja, ik denk dat je het gewoon een keer moet gaan uitproberen. Gewoon, mm. en kijken wat het doet. Mm. En, en ik heb... Ik heb het één keer bijna gedaan, mm. maar toen begon ik zo te zweten. <laughs> zo te zweten echt het <laughs> Leek net als ik de marathon had gelopen. So, damn, bro. But you know like, one thing, the times we live in now, mm. you live in a good time. You know why? Because the women would take the role of the man and they will come to you. Yeah. Yo, let me holler. They want to talk. they They coming at you, baby. <laughs> and and what... You like, oh boy, <laughs> What the hell is happening? <laughs> <That's a lie. laughs> nee, <my> <laughs> moment <laughs> als het ijs is gebroken, als yeah, ik yeah, eenmaal yeah. haar heb yeah. yeah, leren kennen, kom ik op ik heb al gewoon gezegd: "Hey, hi, samie dit en dat." And ik kom her de tweede keer tegen. Ja, dan kan ik het wel makkelijk. Voor, ja. Me, ja. voor mij is het meer de eerste keer. The first kid. approach. Mm. En dat is voor mij echt gewoon. Mm. Ja. Nou, guys, maar ik denk dat we. Nee, maar bro, nee, nee, Het nee, nee, laatste moment zijn beland. La laten we nog een rondje doen, maar bro. Ik vind, ja. ik vind ja? het zo nice. We hebben nog tijd. tijd. We hebben nog tijd, man. We gaan we tijd maken. Maar we hebben nog tijd, We hebben nog tijd. Let's go, let's go. Let's like, go like back. we hebben nog En dan zal ik de Let's go, let's go. Let's go, let's go. 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 Let's go. Let's we hebben gezegd, deze keer gaan we het gewoon één uurtje houden. Maar we zijn al over één uur. Is de eerste show in one hour? What is something you used to value highly in life... ...that you no longer consider important? Wee. Wow, het is, mooie, is, mooie, mooie, uh, mooie, is mooie. What is something you used to value highly in life? Um, so. Ik dacht... Ik dacht altijd, uh, natuurlijk, ik ben een artiest. Mm. En uh, muziek is altijd mijn leven geweest. Mm. En die is nog steeds. En ik dacht altijd van, uh, beroemd zijn, dat is wat ik wil worden. Mm. En, uh, maar op dit moment, beroemd zijn, dat is niet mijn, mijn missie. Mm. Mijn ding is gewoon, ik ga gewoon lekkere muziek maken. Mensen die het, die het mooi vinden, die het heerlijk vinden, die het accepteren. Die, die moeten daarvan gaan, kunnen gaan genieten. Al is het één persoon. Daarom zie je hem ook als ik op podium sta. En als daar mij, mij maakt het echt niet uit. Je hebt mij vaker gezien op podium. Als iedereen gaat blijft zitten en er staat één persoon te dansen, mm. en ik ga die persoon 100% entertainen. Staan ze met ze duizenden man te dansen, ik geef ze net zoveel energie als mm. die ene persoon die ik mm. geef. Dus als je beroemd bent, dan wil je gewoon dat je gewoon geëet ge en mm geliefd worden door heel veel mensen. Tuurlijk is dat als artiest als je op het podium staat, is dat gewoon een mooi iets. Maar dat is niet, dat is niet meer, dat heeft niet meer zoveel waarde hmm. voor mij nu mm -hmm. als toen ik nog jong was. Hmm. Dus ik vind het kort. Oké, okay. nice man. Very nice. Yes. Ik vind het wel leuk, man. Ja, man. Vanavond ik zei nog een ronde, man, bro. I can't wait. I can't, wait, like I can't wait until the audience, hey. people start giving us questions, bro. Even kijken. Uh, me too, bro. Who has, been, sorry, who has been the biggest influence in your life? And how have they shaped the person you are today? Oh, ho, ho. Oh. Damn. So in het Nederlands. Yeah. Wie is de grootste invloed geweest in je leven? En hoe heeft die persoon yeah. jou vandaag gevormd? Vandaag de dag gevormd. The biggest influence, bro. Ja, ik weet dat ik het ben, maar gewoon iemand <laughs> <laughs> bro uh... Maar het mag ook gewoon zijn, gewoon iemand die uh, een van die gurus die jij volgt. Het kan ook zijn Nelson Mandela, weet je, kan... Snap je wat ik bedoel? Hmm. Er, zijn er zijn meerdere personen in mijn leven, maar broer, ik heb, ik heb verschillende journeys gehad, zeg maar. Elke fase van mijn leven was weer different, maar ik denk terugkijken naar mijn jeugd, waar het allemaal begon, los van mijn ouders natuurlijk. Uh, uh, Naas, man. Yeah. Naas. Naasie Jones. En waarom? Ik was, uh, laat me even kijken, ik was 11, 12 jaar. En toen was echt de tijd van Naas, Biggie, Wu-Tang. Yeah. En ik was altijd wel een, uh, een knowledge seeker. ik was Altijd boeken aan het lezen over knowledge, over voor alles nog wat. De Bijbel, de Koran. Altijd op zoek naar, naar meer kennis. En nog meer kennis om mezelf te ontwikkelen. Dat was altijd mijn, mijn honger die ik van binnen had. Op een gegeven moment kwam ik in aanraking met, uh, met, met hip-hop destijds. Uh, in die tijd van Paak en uh, Biggie, Naas. Maar iets. Naas was degene die mij direct raakte. Met, 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 het, met het nummer If I were the world. Yeah. Dat, was het, dat was mijn eerste kennismaking met Naas. Ik denk: hé, hey, deze man. Pff, de hele stijl, flashy, yeah. clean. Maar ook die flow, de lyrics. Waar hij over sprak. En ik denk: hé, hey, die man. Die, ook die consciousness hip-hop. Yeah. Hij praat over Afrika, blaad, die bla, Ik denk: hé? En ik voelde dat, het resoneerde met mijn energie, toen. Ik dacht Zo, ik moet die man gaan volgen man. Van dat moment was mijn kennismaken met oh, hiphop 100% bro, eh, 30 jaar nee. later vriend. Dus op een gegeven moment, ik, 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 ik ging gewoon uh, teksten uitprinten om zijn, zijn teksten mee te spitten. Uh, maar ook gewoon uh, tapes kopen, albums kopen, ik heb tot aan de dag van vandaag alles albums gekocht bro. En hij, ik heb, ik heb hem zeker 15 keer live bekeken, was mij zeker mijn, mijn muzikale influence. Maar de teksten die hij, waar hij over rept, deed me ook weer denken van... Wacht even, bijvoorbeeld, als hij in zijn rap praat over Marcus Garvey. Yeah. Ik ben die type, ik ga kijken, wie is Marcus Garvey? Yeah. Dan ga ik me weer verdiepen in Marcus Garvey, in Malcolm X, Martin Luther King. Waardoor weer daar een hele wereld van me open gaat. Dus als persoon groei je enorm door de lyrics van de artiest. Yeah. En dat is de power van muziek. En zo weer, oh, snap je? En ik denk dat naast op muzikaal gebied, maar ook de, de rest van mijn leven gewoon... 100% heeft beïnvloed, maar op een positieve manier, man. Mm, 1000%. Nice. More Jones, man. Shout-out. Yeah. I agree, Nas. Nice. I love Nas. Ja, man. 1000. Malumba! Man, you guys, you and these questions. I <laughs> like, like it. Though. I it. Like up, like yeah. yeah, bro. This is nice, man, bro. <laughs> I like It's it. It's bro. You know, but you gotta be honest. And that's mm. different yeah. sometimes for us after <laughs> be honest. But so now we had serious questions. Voor uh, de <laughs> <the laughs> volgende keer gaan we mm. ook gewoon pikante vragen. Wat is je vraag, Malumba? Uh, Met Yeah, I Ja, you can read it out loud yeah. though. Ja. Yeah. Oké. Okay. <laughs> Oeh, als je voor de rest van je leven maar één maaltijd zou mogen eten, wat zou dat zijn? Dat is precies een goede vraag voor hem. give me some food. Give me some chicken. No, we have some chicken, baby. Fried chicken. chicken. No, you know they got that old adage, you know that you can't say that, man, Malumba. You're a black man. You know <laughs> black people like chickens. We <laughs> yeah. do. Well, well, at least I do. Yeah. If no. it, white people love, yeah, white though. people love chicken too. People, you know, that's you know, we call a chicken mm. old school. You know what a yard bird is? Mm. If you're old school, you know what it is. That's a chicken, mm. a yard bird, because he can't fly. He ain't mm. going nowhere. He's staying mm. right in that yard. Uh, <laughs> give me that yard bird right there. <laughs> no, but for me, mm. it's something I don't do anymore. I, it's like in this country, I really don't eat breakfast. Mm. You know, because my breakfast consists of bacon eggs sausage toast mm. a, a slab of pancakes mm. and some grits that's that's something so the question is if i had 8 months eight tight. for the rest of your life what's i would say breakfast mm. that's what i said bacon egg, sausage toast mm. I mean, and pancakes and a side order of grits. Because mm. breakfast is, even though I don't do it like I used to, because I, the breakfast is here, are, are, are a little <laughs> bit boring for me. <laughs> no bro, no bro, offense bro, to the native bro, bro people. Brocha bro you know, brocha <laughs> Yeah, brochakas, nah, nah, I'm good. <laughs> you go to shy. a party, they give you cheese and crackers <laughs> and some wine. I don't drink, so you know. No, but for me, I would be uh, the, 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 the breakfast because mm. it's the day you know that's the meal if you don't have nothing else in the mm. rest of the day mm. and you have a good breakfast mm. you can you, you can, can manage survive. you can manage, yeah, 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 yeah. You can manage. so you know that would mm. be for me even mm. though I don't do it now mm. you know I usually eat after twelve because mm. breakfast here I mean is not. Mm. Breakfast for me means something else. When well, you want breakfast, yeah. And I'm not going in mm. and I see, you know, mm. ham and... I <laughs> see some cheese en bread and... No, no, Brutsch pindakaas. Uh. Yeah, pindakaas, I'm good. <laughs> I'm good. I'm good. So it for me would be breakfast. That's no, the okay. deal. No. Nice man, nice man. We got wrap-up, we, well, man. Voordat so we gaan afronden, Dames en heren, stuur alsjeblieft <laughs> leuke, pikante, interessante vragen naar ons. En als wij een van die vragen uitpikken mm. en dat wordt hier gesteld, dan krijg je een leuke een, leuk, een van ons. Yes. Dus bij deze een oproep, please, please, ja, please, helaas. Dit was Absolutely. onze eerste podcast. <laughs> eerste podcast. Wow. Not the last, but the, the earth yeah. Earth. Yeah, And for you, American-speaking, English-speaking mm. people, first means first. first. Yeah. And last is last. Yeah. You know, you know that. <laughs> <laughs> maar weet met je, met ik Jemerta, heb het gevoel yeah. van het ene uurtje is gewoon echt heel hey, snel voorbij yeah, gegaan. Free, yeah. We zitten nu al misschien op een uur en een kwartier. We kunnen gewoon oh, yeah. zo drie, vier ja, uur, rate uur rate vullen. Zeker Het is de eerste keer. We willen het gewoon even binnen een uur gaan afronden. Super nice, man. En het was echt geweldig, guys. I like it. Congratulations. guys. Thank you. You guys congratulate. Five Breaking Barriers en yeah. de eerste podcast. By the way, yes. check ons op de Instagram: Breaking Barriers, Building Bridges, de podcast. Volg en like, deel. En stuur je vragen. Stuur je, stuur je leuke vragen. 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 Is het persoonlijk aan mij, aan Malumba, MCD? Dat mag. Ik kan ook gewoon algemene vragen stellen. Mm. Maakt niet uit over wat. En ons team gaat het gewoon filteren. En dan gaan we hier beantwoorden. We will answer it honestly. Peace. Peace.